Herken je dat? Je ziet iemand keihard op zijn bek gaan en het doet bij jou ook een beetje pijn. Hoe kan dat? Dat gaan we onderzoeken en dit is het lab. Onderzoek doen naar pijn. Hoe leuk is dat? Ja, dat is ontzettend leuk. Pijn heeft ontzettend veel verschillende kanten. Er zitten sociale kanten aan, emotionele kanten en ook hele medische kanten. En het is ook heel spannend om te doen. We mogen in een lab mensen op een veilige manier ook pijnprikkels toedienen. Ik heb eigenlijk van mijn hobby mijn beroep gemaakt. Ja, je gaat er ook helemaal van stralen. Volgens mij ben ik vandaag jouw proefpersoon. Wat gaan we doen? Vandaag gaan we kijken wat jouw pijnempathie doet. Een pijnempathie. Wat is dat? Pijnempathie is het fenomeen dat als je naar iemand kijkt die pijn heeft, dan doet dat bij jezelf eigenlijk ook een beetje pijn. Dus door die pijnempathie komt het dat je als je naar iemand kijkt die ligt in de tandarts toe en die krijgt een wortelkanaalbehandeling, dat je daar helemaal zo huurig van wordt. Ja, alleen het idee al. En wat we uit ander onderzoek weten is dat als we zelf pijn hebben, zijn heel veel delen van de hersenen daarbij betrokken en worden geactiveerd. Maar als we kijken naar iemand die pijn heeft, dan zien we dat bepaalde van die gebieden ook actief worden. Het is een beetje zelf pijn hebben. En hoe gaan we die pijnempathie van mij precies meten? We gaan jouw pijnempathie meten in deze opstelling. Oké, dus ik zie computers. Ik zie een rode knop. Volgens mij heb ik iets op mijn hoofd. Wat gaan we doen? Pijnempathie is iets wat je natuurlijk heel moeilijk ziet. Maar we gaan dat proberen te meten aan de reacties van jouw hersenen. En daarvoor maak ik een EEG, een hersenfilmpje. Als jij nou met dus dit ben ik. Dat ben jij. Ja. Als jij nou met je ogen knippert, dan zien we ook een verstoring op het EEG. Moet je straks niet te veel doen. En deze computer is via deze rode knop gekoppeld aan een pijnstimulator. Elke keer als je die knop indrukt, zie je een seconde later een bliksemflits op dit scherm. En weer een seconde later krijg je via deze pijnstimulator een pijnlijke stroomschoot toegediend. Ik ga mezelf pijn doen. Je gaat jezelf pijn doen. We gaan eerst kijken, bij wijze van baseline, hoe je reageert als je jezelf pijn toedient. Ja? Goed. Ik wil graag dat je 5 keer op die rode knop gaat drukken. Oké. Ach! In principe zijn we nu ook toe aan het tweede deel van het experiment. En dat is? Je mag hetzelfde doen, maar we plakken deze elektroden nou op iemand anders. Nou, we hebben een tweede proefpersoon gevonden. We gaan nou kijken wat er gebeurt als jij diezelfde pijnlijke elektrische stroomstoot toe gaat dienen aan deze proefpersoon. Veel plezier! Ben je er klaar voor? Ja, kom erop. Oh, ja. Ja, heel mooi. Zullen we dan even naar de resultaten gaan kijken? Als we naar het eerste stukje van het experiment kijken, gewoon op de knop drukken, wat we dan zien is een hele specifieke reactie op het drukken op die knop. Dat is een motorische respons. Maar als we nou kijken hoe jouw motorische respons eruit ziet als je iemand anders pijn doet, die zou er hetzelfde uit moeten zien, maar we zien eigenlijk dat hij een hogere uitslag naar beneden heeft. Meer negativiteit. En dat is het foutsignaal. We zien dat eigenlijk altijd in een motorische reactie op het moment dat je een fout maakt of iets fout doet. Dat eigenlijk een beetje not done is, dat je iemand anders pijn doet. Ja, precies. Maar hoe zit het dan als ik bijvoorbeeld toekijk, zoals bij die tandartsstoel met die wortelkanaalbehandeling, dat ik zelf niks doe? En wat je ziet is, als je zelf een pijnprikkel krijgt, dan worden er heel veel gebieden in de hersenen actief. Maar als je toekijkt naar iemand die dat heeft, dan worden bijna dezelfde gebieden of overlappende gebieden ook geactiveerd. Dat is echt je pijnempathie. Het gebied wat in mijn hersenen actief wordt op het moment dat ik mezelf pijn doe, is dezelfde plek als wanneer ik iemand anders pijn doe, alleen dan nog iets negatiever. Ja. En is die pijnempathie bij iedereen vergelijkbaar? Of kan het zijn dat bijvoorbeeld jouw pijnempathie veel hoger of lager is dan die van mij? Waarschijnlijk is die lager. Ja? Ze hebben onderzoek gedaan, heel leuk onderzoek bij artsen. En als je die in de scanner legt en je laat ze foto's zien van mensen waar naalden in gestoken worden, dan zie je niet dat de hersengebieden actief worden die betrokken zijn bij pijn, zoals bij, we zeggen, normale gezonde mensen. Maar je ziet juist dat andere gebieden actief worden die heel erg te maken hebben met controle. En dat is natuurlijk belangrijk, want professionals moeten in zo'n situatie vooral gecontroleerd en heel erg rationeel kunnen reageren. Dus dit is wat er in je hersenen gebeurt als je iemand anders pijn doet en waarom je dan zelf ook een beetje pijn ervaart. En dit was het lab.
Heb jij nou ook een dringende wetenschapsvraag? Stel hem dan hieronder in de comments en dan ga ik voor je op onderzoek.